Na zo'n plaatje is het tijd voor zeehonden. We gaan naar stap 5. Het in de jaren 60 en 70 sterk vervuilde Rijnwater, dat via stromingen in de Noordzee ook de Waddenzee bereikte, zorgde voor heel veel gezondheidsproblemen onder de zeehonden. In 1978 moest de zeehondencrash in Pieterburen daarom flink uitbreiden. Milieuactivist en VARA-presentator Bert Garthof legde de eerste steen. De raven ook niet beginnen te huilen. Zo, hè? Lukt dat? Hoop. Hebben? En dan zien jullie. Ja, ik help u wel. Ja. Goed hoor. Zo. Ik bak dat niet goed. Het water is vervuild sinds de Rijn niet meer op één plaats, maar op twee plaatsen ons land binnenkomt. Waardoor al wat in die Waddenzee leeft, gif in zich opzamelt. Het gif dat komt via het plankton in iets grotere organismen, in kleine visjes, in grote visjes, via de grote visjes in de zeehond terecht. Die stapelt het in zich op. En die gaat eraan kapot, of wordt er in ieder geval doodziek van. En zolang dat het geval blijft, is er iets mis met ons milieu. U zit, op een toren midden in het wat en u telt zeehonden. De laatste tientallen jaren is het aantal zeehonden van 3000 teruggelopen tot zo'n 300-400. Ja, het blijkt dus dat ook dit jaar weer de aantallen volwassen zeehonden weer lager is dan vorig jaar. We zitten dus nog steeds in een dalende lijn in het Nederlandse Waddengebied wat zeehonden betreft. En komen toch langzamerhand wel op het aantal wat bijzonder kritiek is wat betreft het voortbestaan van de zeehond hier. Inmiddels lijkt het voortbestaan van de zeehonden in de Waddenzee, mede door het werk van Leni het Harts, niet meer in gevaar te zijn. Gelukkig maar. En na dit goede nieuws gaan we verder met het boodschappenspel bij stap 6.